Leerlingen van basisschool De Driemaster komen met petitie voor behoud van de school. In een grote optocht worden de handtekeningen overhandigd aan de burgemeester. En waarom is dat zo belangrijk dat De Driemaster blijft? Omdat er heel veel kinderen in deze wijk wonen. Er komen nog heel veel kinderen bij, omdat er bij het station allemaal nieuwbouw gaat komen. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk. En verder in het nieuws vandaag. Winsen bestaat bijna 1000 jaar en bekijkt hoe dit gevierd moet worden. En geschiedenis van Maas en Waalse kastelen komt tot leven. Een grote groep van ouders en leerlingen van basisschool De Driemaster in het Nijmeegse Bottendaal zijn uit protest de straat op gegaan. De school dreigt te verdwijnen tot groot verdriet van de leerlingen en buurtbewoners. Daarom zijn ze een petitie gestart die ze gisteren hebben overhandigd aan burgemeester Hubert Bruls. De Driemaster zou dreigen te sluiten per 1 augustus 2025 door een tekort aan leerlingen en omdat het gebouw verbouwd zou moeten worden. De gevolgen van de sluiting zullen groot zijn voor de wijk Bottendaal. Daarom komen ouders en kinderen in actie met een petitie. Ja, de dag dat wij hoorden dat de school dicht ging op 12 september, zijn we eigenlijk meteen die avond een oudergroep gestart. En daar is eigenlijk die dag daarna meteen een website ontstaan waarin de petities ondertekend konden worden. En daar zijn we heel erg voor gaan flyeren, posters ophangen, deuren langs. En daar zijn we heel erg voor gaan informeren wie wil tekenen. En daar zijn inmiddels 3.333 handtekeningen opgekomen, mooi symbolisch. Hij is alweer verder gestegen. De school overhandigt de petitie aan de burgemeester Hubert Bruls om zo meer aandacht voor de school binnen de gemeente te creëren. Omdat we het heel belangrijk vinden dat dit ook in de gemeente wordt gezien en dat zij daarmee aan de slag gaan om ons verder te ondersteunen en te helpen om de school te behouden en te kijken hoe ze dat kunnen doen. Ouders en leerlingen lopen samen van De Driemaster naar het stadhuis. Dit blijft niet onopgemerkt voor de omgeving. Ze hebben spandoeken en zingen liedjes die ze hebben geschreven over de school. Omdat we een statement willen maken om eigenlijk te ondersteunen dat we deze school fantastisch vinden. En willen laten zien dat we hier allemaal voor staan en dat we er allemaal voor strijden. Ze hopen dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de gevolgen van het sluiten van de school. En dus ook helpen om de school te behouden. Ik hoop en ik weet ook dat een aantal raadsleden en dat de raad al heel veel kritische vragen heeft gesteld en een motie heeft ingediend. Omdat ze meer verheldering willen over de cijfers en het hele proces. Dus dat willen ze helderder krijgen. Dat lijkt nu allemaal niet helemaal te kloppen en netjes te lopen. En daarnaast willen we gewoon dat zij het meer mee gaan dragen met ons. En ons kunnen helpen om de school te laten blijven bestaan. Ook Mo, een leerling van De Driemaster, hoopt dat zijn school blijft bestaan. Ik hoop dat De Driemaster gewoon blijft. En waarom is dat zo belangrijk dat De Driemaster blijft? Omdat er heel veel kinderen in deze wijk wonen. Er komen nog heel veel kinderen bij, omdat er bij het station allemaal nieuwbouw gaat komen. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk. Mocht de school toch een noodzaak zijn om te sluiten, hopen ze dat dit netjes gebeurt. Dat er een goed leerlingenplan komt, want dat ligt er nu nog niet. Om scholen hieromheen lijken allemaal redelijk vol te zitten. Dus er zijn eigenlijk veel te weinig plekken voor de 148 leerlingen die er nu op zitten. Dus dat wordt sowieso een probleem. Dus voor die tijd moet er sowieso een goed plan komen om dan de leerlingen te verdelen. Maar daar zijn we nog lang niet en hopelijk komen we daar ook nooit. De oudste bekende naamsvermelding van een dorp geldt officieel als criterium voor het bepalen van een stichtingsjaar. Onlangs hebben lokale historici ontdekt dat het dorp Winsen voor het eerst genoemd wordt in 1028 na Christus. En dat betekent dat het dorp binnenkort een jubileum te vieren heeft. In 2028 bestaat het dorp Winsen 1000 jaar. Het grote feest moet dus nog 3 jaar op zich laten wachten, maar de voorbereidingen komen langzaam op gang. Een initiatiefgroep wil alvast beginnen met brainstormen over de invulling van het jubileumjaar. Wij dachten, wij gaan de koppen bij elkaar steken om samen met het dorp eens te kijken welk cachet we kunnen geven aan zo'n geweldige mijlpaal als 1000 jaar Winsen. Dat staat in een oorkonde. Vroeger werd niet veel opgeschreven. Dat was vooral voor de geestelijke, zeg maar. Die schreven de oorkondes. En in een oorkonde van 1028 wordt Winsen genoemd. De initiatiefgroep wil samen met de inwoners een plan gaan maken.
De invulling van het feest ligt nog helemaal open. En dan moet je denken aan vragen als wat maakt voor jou als inwoner, het dorp Winsen uniek. En we hebben hier ontzettend veel verenigingen. Het is een klein dorp, maar met enorm, dat bruist echt. We willen eigenlijk geen kaders neerzetten. Dat iedereen de ideeën kan inbrengen en kijken waar het meeste draagvlak voor is. Waar mensen ook de handen uit de mouwen willen steken. Ja, en daar gaan we op inzetten. En de verenigingen in het dorp kunnen best wel een belangrijke rol gaan spelen in die viering. En het wordt meteen een kroonjaar, want ook onze voetbalvereniging bestaat in dat jaar 100 jaar. De voetbalvereniging Rodige 28. De Koninklijke Muziekvereniging Ulto uit Winsen-Ewijk bestaat dan 150 jaar. En onze volleybalvereniging, de Weekenders, bestaat in het jaar 75 jaar. Het is misschien dan wel een klein dorp, maar de inwoners hebben veel hart voor elkaar. Daarom vindt de initiatiefgroep het zo belangrijk dat de inwoners erbij betrokken zijn. Er zijn in ieder geval al flink wat ideeën. En dat kan eigenlijk alle kanten op. Dat kan zijn dat we die jubilerende verenigingen samenbrengen. Maar het kan ook best zijn dat we een braderie hebben of een boek gaan schrijven of een website maken of de scholen hierbij betrekken. Dat kan ook gezelligheid zijn en dat kan zomaar zijn dat we vooral voor een heel bruisend feest gaan. En dat is ook kenmerkend voor ons dorp. Een jubileum moet ook gewoon gevierd worden met een goede pot bier. Een 34-jarige man uit Nijmegen moet 2 jaar de cel in voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeluk. Daarbij rijdt hij op 2 december 2023 onder invloed met een hoge snelheid een overstekende fietser aan. Na het ongeluk liet hij het slachtoffer zwaar gewond en hulpeloos achter. De kaak van de fietser was op meerdere plaatsen gebroken en enkele tanden die verspreid over de weg lagen moesten worden teruggeplaatst. Ook moest een fietser het ontgelden toen hij haar van de fiets schopte, bedreigde en er vervolgens met haar fiets vandoor ging. Tijdens de rechtszaak toonde de Nijmegenaar berouw, bood zijn excuses aan voor zijn daden en de rechtbank in Arnhem heeft dat gezien en legt de man een lagere straf op dan door het OM is geëist. Raadsleden Ger Loeven en Guido Woutersen splitsen zich per direct af van de VVD-fractie in Beuningen. Omdat ze zich niet meer herkennen in de politiek van de landelijke VVD. De raadsleden geven hun zetel niet terug, maar gaan samen verder onder de naam Vier Beuningen. Fractievoorzitter Karen van den Heuvel van de VVD zegt in een reactie zich overvallen te voelen door het plotselinge opstappen van haar 2 collega's. Omdat beide raadsleden hun zetel niet teruggeven, halveert de VVD-fractie van 4 naar 2 zetels. Duitsland maakt het makkelijker windmolens te plaatsen dichter bij Nederlandse huizen. Bezorgde inwoners van onder meer Bergendal zien de Duitse windjoekels niet zitten en slepen de Duitse overheid zo nodig voor de rechter. Na jaren van protest staan 11 windmolens met tiphoogte van 270 meter tussen de bomen van natuurgebied het Reichswald weer op de agenda. En uit verkenningskaartjes blijkt dat het er mogelijk nog veel meer zullen worden. Een grote groep gepikeerde omwonenden brengt daarom een advocaat in stelling. Meer hierover lees je op onze website rn7.nl. Het rijke erfgoed van de Maas en Waalse kastelen komt opnieuw tot leven. Het Huis de Druten, het Huis de Leeuwen en Huizen Horsen hebben een rijke geschiedenis. Na 30 jaar onderzoek brengt amateurhistoricus Peter Fontijn zaterdag zijn boek uit voor het grote publiek. Eerder zijn er al boeken verschenen van de verschillende kastelen. Maar nu heeft hij een boek geschreven waar alle 3 de kastelen aan bod komen. Maar dat Peter 30 jaar geleden begon in dit project is geen toeval. Ik kocht een huis in 1993 in Druten, wat gebouwd was in 1866 en niemand kon me iets vertellen van de geschiedenis. En dat triggerde me. Toen besloot ik dat uit te zoeken. Van het een kwam het ander en het werden uiteindelijk boeken over kastelen, 3 kastelen. Deze kastelen zijn tussen 1750 en 1926 ernstig beschadigd door dijkdoorbraken en overstromingen, waardoor ze grotendeels gesloten moesten worden. En boven Leeuwen is nog wel een deel van het adellijk huis te zien. Het is begonnen met het huis te Druten. Het kasteel wat in Druten stond op de kasteelplaats, gesloopt in 1870. Daarna heb ik dit boek gemaakt over het huis te Leeuwen en tenslotte Huizen Horsen in de gemeente Horsen. Peter beschouwt deze boeken als zijn levenswerk en vindt het belangrijk dat deze geschiedenis wordt doorgegeven. Monumenten zijn leuk, de verhalen zijn leuk.
als je de brug overrijdt in Nijmegen, zie je de Stevenskerk. In Druten zie je de Ewaldekerk. Hier heb je een adellijk huis. In Druten had je dat ook. Monumenten geven mensen een thuisgevoel. En niet alleen stenen zijn belangrijk, de materie, maar vooral ook de emotie. En die verhalen heb ik opgeschreven en kunnen nu worden doorgegeven. Voor hem was het ook essentieel om de bewoners van de huizen weer te geven. Drie van deze bewoners hebben dan ook een plek op de kaft van het boek gekregen. Ik heb geprobeerd een beetje diverse omslag te creëren. Om te beginnen hebben we daar Johan Hendrik van Delen, de heer van Druten en Horssen. Dan hebben we daar de echtgenoten van Jan Bouwens, die het huis te Horssen bouwde. En in het midden zien we een gekleurde man, zijnde de slaaf van Adriaan Boezes, indertijd de heer van het huis de Leeuwen. Zo rond 1800 rende deze negerjongen als eerste kleurling waarschijnlijk over de dijk, de Waalbandijk, die van Druten naar Leeuwen loopt. Na weer een vrij grijze dag start ook de vrijdag grijs met nevel en mist. In de middag blijft de bewolking overheersen en blijft het droog. Het is met 14 graden aan de zachte kant voor het begin van november. De dagen erna komt de zon langzaamaan steeds vaker in beeld. De temperatuur doet daarbij een stapje terug naar normale waarden voor deze tijd van het jaar. In de nacht naar maandag kan lokaal het vriespunt worden bereikt. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 31 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een extra aflevering van De Streek in, waarin we speciaal voor Halloween gaan griezelen in de regio. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!